Goedemorgen en welkom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan starten bij mevrouw Aida, want ze is moeder. Ja, alvast goedemorgen van mijn kant. Een mooie vraag. Het zijn dingen waarmee we zitten. Wat de afdeling betreft, we maken ons natuurlijk zorgen om onze jongeren. En vandaar dat wij van de afdeling ook bezig zijn om op zoveel mogelijk manieren voorlichting te geven naar onze jeugd toe. Maar niet alleen naar onze jeugd, maar ook naar onze ouders. Wat de jongeren betreft, u weet dat we de afgelopen periode gezeten hebben met COVID. En de kinderen waren niet op school. Velen zijn op straat geweest. En we merken dat toch wel nog het een beetje hapert aan de opvoeding en het contact met de jongeren. Dus daarom proberen wij ook van onze plaats uit zoveel mogelijk met de jongeren te praten. Dat ondanks wat situaties mogen zijn, ze zich toch wel moeten focussen op een doel. Ja. Weet je, al krijg je het niet echt mee, maar probeer voor jezelf ook te kijken van wat wil je. Je kan niet in die slurry blijven zitten omdat er situaties zijn waarmee we moeten dealen. Maar we moeten vooruit gaan. Dus dat is wat onze jongeren betreft. Vandaar wat we blijven praten om ze de motivatie te geven. Ja, jongeren worden gemotiveerd, meneer Shamim. Mevrouw Aida heeft aangegeven dat het niet goed gaat bij de opvoeding. Als het niet goed gaat bij de opvoeding, wat voor bijdrage zou voorlichting kunnen leveren om een betere opvoeding te geven aan de jeugd van Suriname? Ja, als het misgaat bij de opvoeding, hoe je daar iets of keert, de jongeren begeven zich bij de scholen. Toch? Dus daar is er al een hoge concentratie van jongeren. En daarop speelt afdeling voorlichting gelijk een belangrijke rol. Want naar de scholen gaan, dan heb je te maken met verschillende jongeren. Bepaalde komen uit een goede opvoeding. Anderen komen uit een situatie waarbij je kan zeggen van, ja, die wordt aan de kant gelaten bijvoorbeeld, bij wijze van praten. Ja. Dus het geven van voorlichting, bijvoorbeeld klassikaal, dat zou dan pakkend zijn voor die jongeren. En misschien kan er dan iets getriggerd worden bij de jongeren. Want hoe je draait of keert, uiteindelijk ligt het aan de persoon zelf, aan het kind zelf. Gaat dat kind de informatie opnemen en verwerken en zeggen van nee, ik ga werken aan mijn gedrag? Of gaat dat kind zeggen van ja, laat die persoon maar praten wanneer hij weg is, wanneer of zij, hij of zij weg is, dan dat doe ik maar wat ik wil. Ja. Maar hoe je draait of keert, wij proberen zoveel als mogelijk de jongeren te motiveren en aan te geven van, kom niet negatief in aanraking met de politie. Nee. Stel dat scholen bijvoorbeeld ouderochtenden zouden hebben of oudermiddagen zouden hebben, dan kunnen wij ook middels woorden toch de ouders toch op een of andere wijze overhalen om ook betrokken te voelen bij dat kind. Vooral wanneer het gaat om bijvoorbeeld schoolwerk. Toch? Want als dat kind, als de ouders betrokken worden met schoolwerk van wat dat kind kreeg, toch? Dan ziet dat kind van, hé, het is belangrijk, want mama staat achter me, papa staat achter me, ik moet mijn best doen. En zo kan op een subtiele wijze toch dat kind gaan beseffen van, hé, dan liever ga ik naar school in plaats van spijbelen. Ja. Liever doe ik mijn best en ik word wat in de maatschappij. Want dan kreeg dat kind die motivatie van huis uit. Maar als de motivatie van huis uit wegbleef, dan kan het op allerlei manieren, op alle kanten kan het dan terechtkomen. Laat me zeggen, het kan op verschillende wijzen dan, weet je, gevolgen hebben. Ja. En daarvoor moeten we waken. En daarom zijn we niet moe om te praten en we blijven praten met de jongeren. Ja, jullie zijn niet moe. Het school is een belangrijk punt om die voorlichting te brengen. Maar de ouders, die kinderen zijn ook meer thuis met hun ouders. Hoe gaan we die groep bereiken? De groep van de ouders, mevrouw Aida. De groep van de ouders. We zijn ook via de media bezig en we nemen aan dat misschien ouders ook luisteren naar de radio, televisie, etc. Zo niet hebben we ook vaak dat wanneer we naar scholen gaan, we aan de leiding aangeven van als u een ouderochtend heeft, kunt u ons ook erbij betrekken, zodat wij dan in zo'n sessie dan ook bezig zijn om met de ouders te praten. Want ja, anders de ouders bereiken, die mogelijkheid is er niet echt. Het is echt dus via zo'n soort contact dat je dat doet. Ja. En als er gewoon aparte gevallen zijn,
worden we soms ook gevraagd van kunt u misschien met het kind of met de ouders praten. Dan doen we dat ook. Dus ja. Dat is de manier hoe we proberen ook met de ouders in contact te treden. Het is ja. Dus via voorlichting, via de media en gewoon ook bij oudersessies dat we dan komen en met de ouders praten. Ja, je hebt ook organisaties die zich bezighouden met de jeugd. Worden die organisaties ook gevraagd om de afdeling te helpen met die voorlichting? Ja, sowieso. Organisaties, mensen, maakt niet uit wie. De afdeling wordt benaderd. De afdeling wordt benaderd en waar het verzoek wordt gedaan dat wij die voorlichting geven, dan gaan wij daar naartoe. Toch? Organisaties bijvoorbeeld. Ik wil niemand uitsluiten, maar er zijn enkele organisaties dat ik kan opzommen. Bijvoorbeeld RUMAS, bijvoorbeeld UNICEF. Zo heb je ook andere buurtorganisaties. Mensen die te maken hebben met, laat me het zo verwoorden, jeugdleiders. Ja. Toch? Jeugdleiders. Toch? Mensen die wat willen doen voor een groep jongeren enzovoorts. Toch? Dus... die mensen benaderen ons. En het moment dat dat wordt gebeurd, dan gaan wij dan sowieso invulling daarop geven. Ja. We kunnen niet zeggen van nee, we blijven op kantoor en we gaan daar zitten. We moeten gaan. We moeten gaan omdat het in het belang is van de jongeren. En omdat het gaat om jeugdigen, toch? En men zegt ook de jeugd is de toekomst. We moeten dan focussen op de toekomst, zodat het, de toekomst, weet je, in het juiste gareel wordt gehouden. Ja. Heeft u opgemerkt dat die voorlichting enig effect heeft op de jongeren? Toch wel. We hebben vaak, vooral als we naar scholen gaan, hebben we dat meestal de leiding naderhand aangegeven. Maar het heeft geholpen, die kinderen zijn een beetje veranderd, ze luisteren wat meer. Dus al bereiken we misschien zo'n klein deel. Het doel is dat we tenminste enkele bereiken. En dat gebeurt tot nu toe wel. We merken dat toch vele jongeren, wanneer ze misschien uiteindelijk op straat ontmoet, dat ze van, u was toch op school, of u heeft toch dit verteld, mevrouw, het gaat nu. Of, we merken dat het toch wel helpt. Je hebt natuurlijk enkele die een beetje moeilijker zijn om contact mee te hebben. Ja. Maar ja, uiteindelijk gaan die ook, denk ik, beseffen van, wij kunnen niet. Die kan blijven opgaan, terwijl de rest probeert de goede weg te volgen. Ja, en u bent vaker in contact met... de jeugd. Wat zeggen ze? Geven ze aan of dat het heeft gewerkt? Of zeggen ze dat het anders kan of moet? Ja, dus na de voorlichting krijgen we dan feedback. En de feedback kan uiteenlopend zijn. Meestal kregen we positieve feedback. Meestal kregen we van, het was heel goed, het was inspirerend. Bepaalden hebben zelfs een traantje losgelaten. Okay. Toch, omdat het hun heeft weet je, de man viering. Dat, ja, ja. Hey, nou, al die tijd was ik zo, ik was, nou, ik moet werken aan mijn gedrag. Toch, ja. De man viering, dat, nou, ik moet werken aan mijn gedrag. Maar anderen geven ook kleine tips, bijvoorbeeld. U heeft aangehaald bijvoorbeeld, ik geef een gek voorbeeld, hoor. Ja. Laat zeggen drugsvoorlichting, ja. Toch? Maar u zou bijvoorbeeld ook kunnen aanhalen van bijvoorbeeld de recente gevallen, toch? Maar we moeten wel voorzichtig zijn dat we geen namen noemen, ja. Dat willen we niet. We, ja, gaan niemand in het kwaad daglicht stellen. Ja. Stel dat het gaat om bijvoorbeeld voorlichting over pornografie en dergelijke, dan zou men aanraden, of althans de kinderen zouden zeggen van... het zou goed zijn als u bijvoorbeeld met klein beeldmateriaal komt, bijvoorbeeld, mm-hmm, over seksuele overdraagbare aandoeningen. Ja, ja. Zodat men kan zien van, hey, dit soort ziekte kan je dan oplopen en dergelijke. Dus wanneer we gaan naar de voorlichting, we proberen het zo pakkend te maken, zo creatief te maken met banners, met aanschouwelijk materiaal. Maar je moet nagaan, we hebben niet veel aan zoveel equipment, ja, toch? Ja. Maar we nemen al die kleine hints mee en we zorgen ervoor dat we, ja, daaraan werken. En waar nodig gaan we dan, althans via de leiding, hoor, via de leiding van de afdeling, gaan we dan aanvraag doen voor al die kleine tips die de kinderen hebben gegeven, dat die kleine banners of zo, of flyers erbij komen. Ja, is het doel van 2021 gehaald tot zover? Ja, we zijn nog bezig. We zijn nog eigenlijk niet waar we willen zijn. Ja. Maar zodra we tenminste enkele jongeren hebben bereikt, is al een deel van ons doel gehaald. Ja. En wat zijn de
punten waaraan gewerkt moet worden? Dus los van de banners en de afdeling, een mijlpaal, misschien kan ik dat gelijk aangeven, een mijlpaal wat de afdeling voorlichting teweeg heeft gebracht, dat is het opzetten van een studio daar bij Jeugdzaken, waarbij we van tijd tot tijd live zijn op onze FB-pagina. Mm-hmm. Dat is Jeugdvoorlichting KPS. Nogmaals, Jeugdvoorlichting KPS. En als je op zo'n pagina gaat, dan zie je de verschillende tips die we geven, haast elke dag. Je ziet ook kleine filmpjes die in elkaar zijn ingezet, voorlichtingsfilmpjes. En af en toe zijn we gewoon live in de uitzending. Bijvoorbeeld als er iets is gebeurd, bijvoorbeeld Waka Passie of Hermitage, maar allemaal niet uit waar. Toch? Er is iets daar gaande en jongeren, jeugdigen hebben zich misdragen. Dan komen we daar live in die uitzending. Ja. Uit onderzoek bijvoorbeeld van het Nationaal Antidrugsraad is ook gebleken dat veel jongeren op Facebook zijn. Dus vandaar dat we ook in die richting hebben gewerkt om zo'n FB-pagina nog pakkender te maken. Want als jeugdigen op FB zijn, dan kunnen ze ook gelinkt worden aan elkaar van hey, checken jullie Jeugdvoorlichting KPS, want daar zijn de politieambtenaren ook bezig om met jullie te praten. Ja, ja. Welke aspecten worden meegenomen tijdens zo'n voorlichting? Het is van uiteenlopende aard. Meestal gaan we alvast uit van wat er gevraagd wordt. Ja. Weet je, als je soms naar scholen gaat, dan kan de leiding aangeven, we zitten meer met vechtpartijen, we zitten meer met diefstal of feitelijke aanranding. En aan de hand daarvan gaan we dan echt daarop zinspelen. Maar we hebben uiteenlopende onderwerpen. Eigenlijk alles wat strafbaar is. Ja. En waarvan we weten dat jongeren slachtoffer of daders kunnen zijn. Ja. Die zaken worden behandeld. Dus echt dat we proberen op een hele eenvoudige manier ze duidelijk te maken wat strafbare feiten zijn, wat mag en wat niet mag. En meestal stellen we ook de vraag, als zij weten wat mag en wat niet mag. Want meestal weten jongeren heel veel. Ze doen alsof ze vaak niet weten. Ja. Dus we laten ook hun aan het woord. Dat zij ook aangeven van mij, maar dit gebeurt, het mag toch niet. En dan gaan wij dieper op in waarom het niet mag en wat de gevolgen zijn. Dus er zijn zaken van allerlei aard waarover we praten. Deze maand is een feestmaand. En straks hebben we de kerstvakantie. De jongeren gaan thuis zijn. En als men vrij is van school, dan gaat men een beetje los. Ook met december. Hebben jullie een aangepaste model dat jullie gaan toepassen tijdens de voorlichting, ja, de aanloop? Ja, sowieso. We gaan dan vaker zijn op diezelfde FB-pagina van ons. We gaan vaker live bezig zijn. We gaan ook andere kleine voorlichtingsfilmpjes in elkaar zetten. Echt bestemd voor Mofoyari, laat maar het zo zeggen, Mofoyari. En vooral hoe de mensen, de jongeren gaan chillen en dergelijke, weet je, want ze hebben vakantie, ze denken van oké, alibi moes libi, maar liba libi, dat is verantwoord toevassie, toch? Los van voorlichting gaat de politie ook de surveillance opbouwen. Ja. Ik weet niet als u daarmee bekend is, maar de surveillance is niet alleen bestemd voor volwassenen. Ja. Mensen die rijden, weet je, autobestuurders, mensen in het verkeer en dergelijke. Maar ook voor de jeugdigen. Ja. Dus als jeugdigen denken van, hey, we gaan een loopje nemen met de politie, we gaan ergens verzamelen, we gaan niet houden aan scholingsverbod, toch? We gaan ons niet houden aan mond- en neuskap, anderhalve meter afstand en dergelijke. Toch? Dan is de politie daar. Wanneer de jeugdigen denken van, hey, we gaan daar lol schoppen. Toch? Of we gaan bijvoorbeeld op een hoek van een straat staan, weet je, en mensen lastigvallen of heel wat negatieve dingen uithalen. De surveillance is er en de surveillance is de bedoeling van de surveillance, de verhoogde surveillance, is om negatieve gedachten die men van tevoren heeft, toch, gelijk weg te werken. Dus los van het preventieve, is dat van het fysieke, het surveilleren en dergelijke ook een middel om de drukke maand, decembermaand, feestmaand, toch, dat bepaalde mensen toch in het gareel wordt gehouden, dat ze beseffen van, hey, ik moet me houden aan wet en regelgeving. Ja, wet en regelgeving. Tot slot, mevrouw Aida, wilt u nog wat zeggen? Ja, natuurlijk. Het is een feestmaand. We weten dat iedereen een beetje zich wil uitleven. En dan wil ik het vooral richten naar de jeugd toe. Dat ze ook moeten weten dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Want vaak genoeg denken jongeren van dat
Weet je, de ouders moeten voor alles zorgen. Maar jij als jeugdige, je hebt ook je eigen verantwoordelijkheid. Je bent ook mens. Je weet wat kan en wat niet kan. Dus een beroep van deze plaats uit naar de jongeren. Van je mag plezier hebben, maar ken je grenzen. Ja. Weet je, laat het niet zo zijn dat je meegaat omdat anderen bepaalde dingen doen. En dat je dan ook, als het ware, erbij wil horen. Want dat is ook vaak die druk die jongeren hebben. Ja. Toch? Die druk vanuit de groep van, want if you no kon, dan ben je dit, dan ben je dat. En vaak genoeg wil men niet als vriendje en als slappeling gezien worden. En dan gaan ze mee. Ja, ja. Maar je moet als jeugdige moet je ook wel kunnen weten wat kan en wat niet kan. Ja. Dus wij van de afdeling willen van deze plaats uit vragen ook aan de jongeren dat ze hun verstand gebruiken en goede keuzes maken. Want het ligt uiteindelijk bij hun. We kunnen zoveel praten, we kunnen een heleboel aan ze uitleggen. Maar het is de vraag, hoor je me? Verwerk je het en doe je er wat mee? Of gaat het aan je voorbij en denk je van, je legt me uit. Ja. Toch, dat kan je ook hebben. Maar we blijven praten en we hopen dat jongeren willen luisteren en dat ze beseffen dat hun toekomst in hun handen ligt. Geef nog een paar tips aan de ouders, de verzorgers, de omu, de brada. Stap sandemam luku aan het eind van jari. Voorkom dat ding jong wang nog een verkeer. Ja, extra controlemechanisme inbouwen. Hoe je het rijdt of keert. Jongeren, ze wonen onder een dak. Toch? Maar ze wonen niet alleen. Er zijn regels thuis. Er is een vader, er is een moeder of er zijn andere verzorgers. Er moet een zekere mate zijn van controle. En de kinderen moeten weten dat ze kinderen zijn. En dat ze van tijd tot tijd weten van waarmee zijn we bezig. Toch? En als de ouders, verzorgers aangeven van luister, je hebt je cel of je hebt je tablet en zo. Maar je bent nog steeds minderjarig, je valt nog steeds onder ons. Toch? Wij verzorgen jou. Dan kan dat kind niet zeggen van nee, maar je mag niet in mijn cel gaan. Er moet een mechanisme zijn waarvan de ouders, verzorgers kunnen zeggen van hey, dit zijn de mensen met wie jij in contact bent. Wie zijn die mensen? Dus ouderverzorgers weet met wie je kinderen te maken hebben. Toch? Mm-hmm. Met wie ze allemaal in contact komen. Waar ze gaan. Bel ze of stuur ze een sms of weet ik veel. Maar maak contact van, je bent daar gegaan. Maar waarom ben je zo lang daar gebleven? De bedoeling was dat je een uur eerder thuis zou moeten komen. Mm-hmm. Zo zie je dat er een controle is. Maar als er geen controle is, dan gaan de kinderen doen wat zij of wat ze willen doen. Dat gaat gebeuren. Dus een grote druk zit op onze schouders, wij als volwassenen. Maar als we, men zegt, je kan de boom buigen wanneer het jong is, maar ataboom grokba, dat je nog maar buiging. Dus laat het zo zijn dat je nog kwekkie worong, voetron boma, begin regels vast te stellen. En dat kind gaat zelf opgevoed worden en dat kind wordt groter. Dat kind op een gegeven moment gaat beseffen van, nee, ik moet luisteren naar die regels. Ik moet luisteren naar vader, naar moeder, naar anderen en dergelijke. Toch? Dus op allerlei manieren. Elk gezin heeft zijn eigen situatie, maar ouders, verzorgers, zij moeten dan weten van welke controlemechanisme kan ik inbouwen en dergelijke. Met wie stuur ik mijn kind naar buiten? Het is feestmaat, men wil gaan chillen enzovoorts. Toch? Maar weet met wie je kind weggaat. Toch? Hoe laat dat kind terug? Hoe komt dat kind terug thuis? Want er zijn vaak genoeg ouderen die het leek alsof ze het niet druk maken. Hij of zij, mijn dochter is misschien daar. Maar hoe laat komt ze terug? Ik weet het niet. Ja. Toch? Dat soort gedragingen, dat kan je voorstellen wat er allemaal in die tussentijd kan gebeuren. Ter voorkoming dat er heel wat negatieve handelingen worden gepleegd, kan dat voorkomen worden door regels vast te stellen. Toch? Dus ouders, verzorgers, let goed op de kinderen. Laat ze ook niet negatief beïnvloed worden, want dat gebeurt ook. En power ze op een positieve manier om het goede te blijven doen.